Een bizarre zaak van een ongekende gruwelijkheid. Zo omschrijft het Openbaar Ministerie de zaak van een Amsterdammer die levensverzekeringen afsloot op zijn vrienden en ze daarna vergiftigde. Op die manier hoopte hij miljoenen verzekeringsgeld op te strijken. Het OM eist levenslang tegen de verdachte. De 25-jarige verdachte komt oorspronkelijk uit de Dominicaanse Republiek, net als zijn twee slachtoffers van 22 en 24 jaar oud. Deze man was bekende van de twee mannen die omgekomen zijn en heeft uitvaartverzekeringen en levensrisicoverzekeringen op deze mannen afgesloten en heeft ze vervolgens vergiftigd met een spierverslappend middel. De slachtoffers wonen, net als hun vermoedelijke moordenaar, nu in Amsterdam-Zuidoost. Ze vertrouwden de verdachte volkomen. Er was absoluut sprake van vertrouwensband tussen slachtoffers en verdachten. Omdat verdachte veel aanzien had in de Dominicaanse samenleving in Amsterdam-Zuidoost. Omdat verdachte de Nederlandse taal goed sprak en ook de Spaanse taal goed sprak en enige juridische kennis had. Volgens het OM bracht hij niet alleen de twee vrienden om het leven, hij liet ook zichzelf doodverklaren. Ja, hij heeft de verzekering ook opproberen te lichten door ook overlijdensaktes uit de Dominicaanse Republiek over te laten komen. Op die manier is er geld uitgekeerd aan zijn moeder. Hij liep tegen de lamp doordat een van de verzekeraars argwaan begon te krijgen.